Ik ga vandaag jullie de uitslag geven van gisteren. Want gisteren was ik jarig. Happiness voor mij. Ja, ik ben er echt zo blij mee. En mijn e-book is uitgekomen. En om dat te vieren heb ik 50 e-books weggegeven. En die ga ik allemaal weggeven aan degene die op mijn YouTube kanaal geabonneerd zijn. En deze lijst ben ik helemaal afgegaan. Ik heb om de 5 namen iemand geselecteerd. En dat zijn de winnaars geworden. En nou, die lijst gaan we nu af. Naar de beschrijving hieronder. En dan zie je daar wat je moet doen om toegestuurd te krijgen. Want ik heb dan namelijk jouw e-mailadres nodig. En is het wel handig als je mij even een mailtje stuurt. En dan reageer ik daar weer op met een link naar het boek. Hier komt die. Marian Roelofs, Mariska van Ietersom, Lisa van Duin, Marianne Voornland, Lisa Kramer, Marie-Louise Moerenhout, Emily de Wit, Marcelina Velascu-Mitman, Brits Flava, Marijn van Tierum, Chantal Bijker, Bettina I, Anouk Scheltema, Melis Don't Care, Nienke 1990, Kim Arins, Lisa Bloemers, Femke Joosten, Puk Velde, Anke de Ruik, Jentel de Hoed, Kim Ansink, Vanilla Camilla, Kelly Jacobs, Lisa Geitenbeek, Gerdine Jonker, Maartje van der Meer, Mandy de Grunt, Live by Lien, Lienke van den Berg, Frederik Sophie, Julia Kuipers, Kim Bekkers, Demi Kluipmans, Samantha Bijl, Bruna Komdoins, Anita van Santen, Martijn Swanink, Berber de Boer, Johanneke Meijer, Leontine de Sluis, Van der Sluis, Marcia de Bliek, Maxime Hogendoorn, Anouk de Veldhuis, Mathilde Sara, Bo Leeuwen, Vrouwtje Mol, Roos van den Berg, Eris Griffioen, Emmy Blocht en Joyce Brouwer. Wow, 50 namen, waarvan een heleboel best wel moeilijk geschreven. Maar het zijn natuurlijk namen van de accounts van YouTube. Dus zodoende dat af en toe een beetje aparte namen zijn. En dan heb ik ook nog de Primark actie. Want zoals jullie zien in deze video hierboven, ben ik naar de opening geweest van de Primark in Amsterdam. En toen hebben we ook een winactie gedaan voor een cadeaukaart van 30 euro. Daar heb ik een foto van gemaakt. Degene die gewonnen heeft, kan ik alleen niet vinden in mijn lijst met abonnees. Dus ik zou graag nog wel even een bevestiging ontvangen dat je geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal. Dat vind ik wel belangrijk. Pam pam pam. En de Primark kaart van 30 euro gaat naar Chantal Voice. Wowies. Gefeliciteerd allemaal. Ik hoop echt dat jullie het hartstikke leuk vinden. En vooral het e-book. Ja, ik zou het echt heel erg waarderen als jullie mij feedback geven over wat jullie ervan vinden. En of het vol te houden is. Of je wanneer je gaat beginnen. En natuurlijk ook even hashtaggen op Instagram je foto. My heart beat a song. We found love. Hartstikke leuk. Ik heb hashtag oh my fitness, hashtag ga met die banaan en hashtag ananas op je kop. Dus ik ben heel benieuwd wat daar van de zomer allemaal voor leuke foto's uit gaan komen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik wens iedereen heel veel plezier ermee. Ik ga zelf snel dit videootje even editen, zodat jullie snel de uitslag kunnen zien op mijn YouTube kanaal. En zoals je weet, normaal komen er natuurlijk video's waar we allemaal wat meer aan hebben.
En waar gaan we het weer over hebben? Er komen namelijk hele leuke dingen aan. Hou mijn YouTube kanaal in de gaten. Er zijn wat dingen omtrent plexerbehandelingen, allerlei hele speciale soort workout waarbij je dus minder hoeft te trainen, schijnt het apparaat die je aan jezelf aansluit. Nou, allerlei dingen staan er weer op de planning en samenwerkingen met hele leuke meiden. Dus echt, mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je snel op het YouTube kanaal. Geef een duimpje en een reactie en ik zie je heel snel weer. Doei! Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. Ik zet deze video op al mijn social media kanalen, want ik ga een Q&A doen. Dat betekent questions and answers. Dus je kan alles aan mij vragen. En dat is natuurlijk het handigst als je vragen stelt over fitness, fun, food en fashion. Want daar gaan al mijn video's en dingen en blogs enzovoort over. Maar als je andere vragen hebt, mag je die ook best stellen. In ieder geval gewoon even in de reactie hieronder jouw vraag aan mij stellen. En dan ga ik die binnenkort in de video beantwoorden. Ja! En dan maar hopen dat er in ieder geval een paar vragen komen. Anders sta ik een beetje voor lalala.